Dag voetballiefhebbers, dit is Friday Night Foot, het B-Win Betting Insights programma van de Eleven Pro League. We blikken vandaag vooruit op speeldag 27 en we doen dat met onze huisanalist Bob Peters. Bob, welkom. Dank u. Op kop, zoals altijd, is er onze Clash of the Week en dat is deze week Anderlecht Standard. Anderlecht, waar de supporters tegenwoordig bij wijze van spreken meer vergaderingen dan wedstrijden op de club bijwonen, is met 5 wedstrijden ongeslagen op rij wel aan een goede reeks bezig. Ja, absoluut. Het zit in stijgende lijn, maar ja, okay, als je dan Standaard vorige week weer zag, hè, we hebben het vorige week ook gezegd van het is met hoogtes en laagtes, kan vriezen en kan dooien. Ja, en dan gaan ze eigenlijk met de 2 vingers in de neus op Union winnen, met fantastische doelpunten, heel veel diepgang, goede combinaties. Dus ja, het is toch, blijft een raar team Standaard, dus het zal voor Anderlecht weer de tenen uitkuisen worden. Ja, en dan is het nog lang geen champagnevoetbal waar men het zo graag over heeft bij Anderlecht. Dat is in deze fase onbelangrijk. Punten pakken, dat is hier aan de orde. En dat zal tegen Standaard ook het geval zijn. Hè? In de eerste plaats die punten pakken. Ja, absoluut. Als je uiteindelijk nog die top 8 in wil, hè, want we praten zelfs niet over de top 4. Als je de top 8 in wil, ja, moet je tegen Standaard thuis al winnen. Maar langs de andere kant, als Standaard wint van Anderlecht, ja, komen ze weer in die top 4 of dicht bij de top 4, nagelang de andere uitslagen. Dus ja, het zal echt een clash worden. En ja, het zal ook wel nerveus zijn, hè, wat je ook zei. Heel veel vergaderingen, hè, Koeken die het moet gaan uitleggen, Van den Houten die nerveus rondloopt. Elke dag op het nieuws hoor je ook op de radio van niet-uitvoerend voorzitter, om dat toch maar te benadrukken. Dus ja, er is wel het een en ander achter de schermen dat nog altijd niet kosher is. Met winst, laatst het kloofje met hun directe voorgangers Cercle en Westerlo, vooral niet groter worden. Dus eigenlijk een gelijkspel, ook liever niet. Nee, uiteindelijk, als je thuis speelt, als Anderlecht, ja, moet je gewoon winnen. Tegen wie het ook is. En zeker nu ze toch een reeksje aan het neerzetten zijn. Het is natuurlijk ook altijd de vraag, ja, hoe herstel je na een Europese wedstrijd? Dus, en Standaard, ja, die hebben toch weer het nodige vertrouwen getankt. Hè? Maar dat is het raar aan Standaard. Het kan goed zijn. Nu denk je, ja, oké, tegen Union was het heel goed. En nu gaan ze zomaar winnen op Anderlecht. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze niet thuis geven. Ja, je hebt dat al een paar keer aangegeven, ook de vorige week. Hè? Die hoogtes, die laagtes, ja, daar valt geen lijn in te trekken. Maar tegen Union was het echt wel een hoogte. Hè? Ja, en fantastische doelpunten. Hè? Het was echt een genot, want met alle respect, zoals ik vorige week zei, maak maar een doelpunt tegen Union. En als je dan ziet, ja, bij momenten sneden ze gewoon als mes door de boter. Dus, ja, het was echt indrukwekkend en er was ook heel weinig op af te dingen. Hè? Want soms heb je wel eens dat je heel efficiënt bent, maar Standaard was echt ja, indrukwekkend en ja, verdiende absoluut die wedstrijd te winnen. Ik las dat Peter van den Bempt zei, als er één trainer de beste trainer van het moment mag worden genoemd, dan is het die van Standaard. Ja, hij heeft toch het vuur terug aangewakkerd. Ik denk dat hij ook af en toe wel eens zichzelf in de harenkrap van oké, waarom kan het de ene week alles zijn, de andere week niets. Dat is nog de constante die hij er moet inbrengen. Maar hij heeft wel titanenwerk verzet, want uiteindelijk heeft hij ze toch ja, terug. Ze kunnen nu terug al ruiken aan die top 4. Alleen ja, het zou een fantastische prestatie zijn mochten ze echt die top 4 halen. 1,85 tegen 4 geeft B-Win. Dat is een duidelijk winstvoordeel voor de Brusselaars. Zien we bij jou ook zo'n afgetekend verschil? Nee, maar ik denk wel dat Anderlecht thuis van Standaard gaat winnen. 2-1. 2-1. Oké. In Club Brugge KAA Gent staat de 4e plaats op het spel. Dat wordt dus een klapper waar het met het best tussen de tanden strijd zal worden geleverd. Want zij wilden oh zo graag allebei die 4e stek. Ja, en ja, Club Brugge loopt al niet over van vertrouwen, met alle respect. En dat is wat ik vorige week ook zei. Cercle is gewoon een heel moeilijk te bespelen team. We werden bij momenten gewoon, met name in het druk zetten, intensiteit, werden ze gewoon overklast door Cercle. Ik denk dat dat heel lang geleden is, dat Club Brugge eigenlijk ja, door Cercle bij momenten overklast werd. En oké, uiteindelijk kom je dan 0-1 voor en moet Cercle nog heel hard knokken voor een gelijkspel. En dan denk je, ja, oké, de wedstrijd daarna moet je dan toch die 3 punten pakken, met name thuis. Maar ja, dan krijg je voor Gent een heel belangrijke wedstrijd. Ik weet dat die bij de supporters heel hard leeft. Dus dat is eigenlijk, ja, dat zijn de 2 wedstrijden van het seizoen. Club Brugge-Gent en Gent-Club Brugge. Dus Ja, Gent gaat ook met het mes tussen de tanden richting Jan Breidel. Club op eigen veld dit kalenderjaar in de Jupiler Pro League nog niet verder geraakt dan gelijke spelen. Zou men daar onderhand in de bestuurskamer niet gaan denken van waarom hebben we Karel Hoefkes eigenlijk doorgestuurd? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, dat is wat ik zeg. Gedane zaken nemen geen keer. Ja, maar ook een trainerswissel, als je het overal bekijkt, heeft meestal niet de gewenste impact. Hè. Vorig jaar met Schreuder wel. Schreuder pakte over, is uiteindelijk kampioenspel. Ja, ik denk dat er al veel over geschreven is dat Hoefkes misschien te weinig krediet heeft gekregen. Maar dan zie je, als je dan overpakt als Scott Parker, ja, dat het gewoon heel moeilijk is. En het was ook na de wedstrijd de eerste keer dat hij echt wel gefrustreerd een interview gaf en echt de dingen wel ging benoemen. Daarom dat ik zeg, ja, club loopt niet over van vertrouwen. En Gent gaat er alles aan doen om daar te winnen. Gent... 1 op 6, dan wordt het tijd om nog eens te winnen. We hebben al wat kansjes gehad en die laten liggen. Dus nu... Ja, maar dat is ook een beetje het frustrerende ook bij Hein van Azenbroek. Hè. Hij is dan iemand die het hart op de tong heeft en die de dingen ook benoemt. Hè, wat niet altijd geapprecieerd wordt door met name Louagie en De Witte. Maar bij Hein weet je wel waar je aan toe bent. En dat is voor hem soms frustrerend dat hij er heel veel werk in steekt en uiteindelijk van Gent terug een stabiele ploeg heeft gemaakt. Maar hij is natuurlijk wel gebrand op een overwinning eventueel op Club Brugge. Hè. Zo die machtsstrijd, daar houdt hij wel van, kikt hij wel op. Dus het zal vol aan de bak gaan zijn voor beide teams. Friesland ook gaat daar spelen, hè? Want die hebben ook zeer recent... Europese wedstrijdje in de benen. Ja, maar Gent heeft altijd wel... Hein is daar wel al weken op voorhand mee bezig om dat eigenlijk te taperen, om te zien wanneer moeten we pieken. En ik denk als je op Club Brugge speelt, zoals ik al zei, de supporters zijn er al een tijdje mee bezig. Dus ze gaan echt wel scherp voor de dag. Met 2,05 versus 3,30 zien we bij B-Win flink wat meer winstkans voor Club. Zien we dat patroon ook in jouw uitslag terugkomen? Nee, zoals je net zei, ze hebben alleen nog maar gelijk gespeeld. Dus ik hou het ook bij een gelijkspel. 2-2. 2-2? Ja. Dat heb je vorige week ook voorspeld in KV Mechelen richting Genk. Oké. Zulte-Waregem Kortrijk is de openingsmatch van het weekend. En we krijgen een confrontatie tussen de nummer 13 en 16 in de stand. Met een verschil van 4 punten. Dus daar ook is het maar beter om die 3 punten te pakken eerder dan 1 puntje. Ja, en dan... Ja, Zulte heeft het eigenlijk weggegeven, hè, op Seraing. Ik vond het een heel lichte strafschop, want ik denk dat Le Poix de bal eerst op zijn gezicht krijgt en dan tegen de hand. Daar komen ze gelukkig op voorsprong 0-1, net voor de rust. En dan nog op een gegeven moment tegen 10 mensen het nog weggeven. Uiteindelijk ook nog geëindigd met 10. Dus ik denk dat Zulte daar kostbare punten heeft laten liggen in de strijd tegen de degradatie. En dan, Kortrijk, Storck is daar toch wel iets aan het neerzetten, waardoor het gewoon een heel lastige tegenstander is. 2,05 tegen 3,25 stelt B-Win en dat trekt daarmee een klare winstkaart voor de thuisploeg. Welke kaart trekt jij in? Ik ga nogmaals voor een gelijkspel. Want, van Kortrijk win je momenteel niet zo makkelijk. Dus het gaat een... 1-1 worden. 1-1. En zo zijn we bij de rest, of de best of de rest gekomen. En bij Seraing KV Mechelen met 3,50 tegen 1,95 verwacht B-Win dat Maliwa zijn uitstatistiek na 0 op 21 wat gaat opsmukken. Welke uitslag verwacht jij? Ik heb de laatste keren Mechelen altijd op verplaatsing verloren gegeven. Maar ik vond ze ook tegen Genk wel heel goed spelen. Het is niet makkelijk op Seraing, maar ik denk toch dat de kwaliteit van Mechelen doorslaggevend gaat zijn. 1-2 voor KV Mechelen. Oké, Eupen krijgt Cercle op bezoek. Met 3,20 tegen 2,15 gaan ze bij B-Win voor een Cercle-overwinning. Wat is jouw eindscore? Volg ik. 1-2 voor Cercle. Oké, naar Genk dan, waar Oostende naartoe moet. En met 1,34 tegen 8 wordt Kustwinst daar bijzonder klein ingeschat. Verwacht jij daar een monsterscore? Nee. Omdat, ik heb het al een paar keer aangegeven. Onuachu kan misschien wel, de transfer van Onuachu kan misschien wel eens doorslaggevend worden in de titelstrijd. Dat Genk daar het moeilijk gaat krijgen. Maar ik verwacht wel dat ze thuis tegen Oostende genoeg kwaliteit hebben om met 2-0 te winnen. 2-0. Als we B-Win volgen, zal Union op het veld van Westerlo weer aanknopen met de zege. Want 3,50 tegen 2. Ga je daar niet mee? Ik moet eerlijk toegeven, er heel hard over getwijfeld. Van Westerlo niemand praat over Westerlo, maar op kousen voeten kunnen ze eventueel nog richting die top 4. Staat altijd garant voor doelpunten. Maar ik denk toch inderdaad een nipte overwinning voor Union. Maar het gaat wel een spektakel worden. 2-3. Oh, 2-3, 5 doelpunten. Dat horen we graag. Antwerp moet naar Leuven, waar OHL wacht. Ja, als je op Genk kan gaan winnen, dan moet dat in Leuven ook wel lukken, redeneert men bij B-Win. Want 3-40 tegen 2-0-5. Ook jouw aanvoelen daar? Ik denk dat het tegen Leuven een moeilijkere wedstrijd wordt dan tegen Genk. Omdat Genk van eigen sterkte uitgaat. Mark Breys staat erom bekend om zich toch aan te passen aan de tegenstander. Dus ik denk wel dat Antwerp gaat winnen, maar 0-2. 0-2. En tenslotte is er nog Charleroi STVV. En bij B-Win gaat men voor Mazou Time met 2-10 tegen 3-40. En de vraag is dan, Bob, krijgen we ook een Mazou scoren? Het gaat een heel nieuw te scoren worden, ja. Want Sint-Truiden is ook een lastige tegenstander. Maar ik denk toch dat inderdaad de jongens van Mazou, Charleroi, met 2-1 winnen. Oké, Bob, fijn dat je weer bij ons aan tafel aanschoof. Fijn weekend gewenst. Dat geldt trouwens ook voor u. U kan trouwens nog altijd registreren op bwin.be. En als u dat doet, dit weekend en in onze Clash of the Week inzet op winst voor Anderlecht en beide ploegen die scoren, dan kan u dankzij de special offer 20 keer uw inzet winnen in plaats van de normale 3,60 keer. En dat met een minimale inzet van 5 en een maximale winst van €100. Maak er een gezellig voetbalweekend van. En wat ons betreft, tot volgende week. Bye.